Hallo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Farm Simulator 17. Zoals je ziet zit ik in Farm Simulator 17. Dit is eigenlijk de eerste keer. Ik ben net even in de machine getapt. Voor de rest heb ik nog helemaal niks gedaan. Wat ik wel zie is een mooie 1455 hier, waar we volgens mij de combine zo mee gaan legen. Dus laten we het direct aan het werk zetten. Schoon naar voren, Q. Mooi internationaal. Dan moeten we X, denk ik. Ja. En dan kunnen we direct een Iron Worker doen. Juist. Nice. Ja, dat is gewoon. Oké, en met comma kunnen we dat uitzetten. Ja. Nice. Dan gaan wij deze er even naast zetten. Kijken of er een mooi geluidje in zit. Oh, jawel. Ik ben een beetje aan de hoest en zo, jongens. Let daar niet op. Ik moest de keeper, of ja, keeper, de kaarten wel aankoppelen. Ja, ziet er mooi uit. Zeker. Oh, we hebben hier onze auto. Zo, die gaat best hard. Zo, we kunnen zelfs in de trein. Onder UE. Oké, denk. Deze maar aan het werk zetten of niet, lijkt me wel net zo handig. Ja, ook een mooie Nieuw-Holland, een mooie oude. Ziet de cabine er mooi uit? Oh, die ziet er echt wel heel mooi uit. Wat kunnen we aan deze trekker doen? Ja, arbeider in huren. En dan hebben we hier een saaier ook nog bij ons veld. Zo. Die koppelen aan. Dus dan gaan we zaaien. Ja. Moeten we nog vullen? Zit vol volgens mij. Nee, kunnen we gewoon hard worker drukken. En dan hebben we verder geen trekker over. En, oh ja, ik heb natuurlijk geen inspector mod, want die is als het goed is nog niet. Hoeveel liter is het nu half vol? Oké, ja. Dan ben ik zo bij jullie terug als de combine vol zit. Jongens, gaan even kijken. Dan ga je de case er even onder. We gaan even legen, jongens. Even kijken hoeveel er in die. Ja. In deze wagen past. Ik had ook cruise control kunnen instellen, maar ach ja. Wat ik ook ergens had gezien is dat je. Ja, hoe heet dat? Dat je voor andere boeren kon werken. Dus ga ik nog even kijken. Oh, we staan hem een beetje in de weg. Nou ja, we gaan hem even leeg gooien. Hier is vullen, denk ik. Oké. Helpen H. Welke is dat? Ah, deze is ook een mooie berg. Geen één wordt geblokkeerd hoor, dus ja. Daar ben ik wel blij mee. Zal waarschijnlijk nog oude berichten zijn. De silo's. Zo, en dan dumpen we het hier. Stond tot dumpen. Hoe kan je dumpen? Zal het u? Nee. Hè? Oh, met i kan je lossen. Ah. Oh, dat is nu al handig. Dat je hem nu ook gewoon hier kan loskoppelen. In silo's en zo kan loskoppelen.
Nou mensen, ik heb even Hudhider gebruikt om een screenshot wilde maken. Dat moet ik even anders instellen, want dat lukt niet. Ik weet niet welke toets het moet zijn, maar oké. Dan ga ik even een andere keer instellen, de unloader, de combine. En ja, en meer kunnen we nu even niet doen. Is er nou vrouwen in de combine? Oh ja, wij maken ook niet uit. Het is wel jammer dat hij nog op sommige plekken stukjes laat staan of door mij komt, heb geen idee. Maar ja. Dat had ik waarschijnlijk wel gedaan voor deze video, gewoon een screenshotje van internet. Dus dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En ja, abonneer ook even op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden. En dan zeg ik later.